Dit is het verkeersjournaal van woensdag 4 september. Op de Troelstraakade in Den Haag zijn werkzaamheden aan de riolering en onderhoud aan de straat. Sinds deze week wordt er gewerkt op de kruising van de Troelstraakade met de Melenstokelaan. De kruising is afgesloten voor het verkeer en voor de tram. Verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Erasmusweg en de Moerweg. De tram zal een alternatieve route rijden. Eind september moeten alle werkzaamheden klaar zijn. Op de Liepenbiesteveldweg in Den Haag worden volgende week onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Tussen de Loosduinse Hoofdstraat en de Kapelaan-Merenboerweg zal de weg afgesloten zijn en verkeer wordt omgeleid via de Lieststraat, het Arnold Spoelplein, de Overturenstraat, de Loosduinse Uitleg, de Willem de Derde Straat en dan weer de Kapelaan-Merenboerweg. De werkzaamheden zullen één week gaan duren. De oude Delft in Delft wordt opnieuw bestraat. Als gevolg van de werkzaamheden aan de Kapelsbrug wordt de Oude Delft ter hoogte van de brug opnieuw bestraat. En autoverkeer en fietsers die kunnen omrijden via de Breestraat, dan een klein stukje Brabantse Turfmarkt, dan het Vesteplein en het Asvest. Eind deze week ja, dan moeten de werkzaamheden weer klaar zijn. En dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.